Francie van Iersel, 52 jaar. Ik werk momenteel als fractiemedewerker in Den Haag voor de zorg. Ik heb zelf 30 jaar gewerkt in de zorg. Een van de redenen waarom ik lid ben geworden van de SP is dat ik terug wil naar de menselijke maat in de zorg. Momenteel is vooral door de liberalen de marktwerking en de bureaucratie teruggekomen in de zorg. Dit betekent vooral concurrentie, ontslagen in de zorg en afstand. En de solidariteit is veel en veel minder. Wat wij als SP in Tilburg willen, is kleinschalige voorzieningen in de wijk. Onder andere een zorgcentrum, eerste lijn, waarbij de huisarts en de praktijkverpleegkundigen weer een rol kunnen spelen. De veiligheid terug in de wijk en openbaar vervoer. Daarnaast willen wij ons hard maken dat iedereen recht op zorg heeft. Recht op zorg op basis van solidariteit, gelijkwaardigheid en respect. Met andere woorden, de menselijke maat terug in de zorg. De WMO en de AWBZ mogen niet leiden tot bezuinigingsmaatregelen in de zorg. Dan maar minder prestigeprojecten of minder grote gebouwen in Tilburg. Wij vinden als SP dat de menselijke zorg terug moet in de zorg. Jij en ik zijn wij en wij zijn voor een sociaal beleid in Tilburg.